Ik ben Quentin Newell. Ik speel een Grand Turismo Sport op competitief niveau. Ik ben 18 jaar, woon in België en ik doe dit al een paar jaar. Grand Turismo ziet er zeer goed uit door de graphics en daardoor ben ik het spel blijven spelen. En omdat ik beter ben geworden in het spel, wou ik er ook bij blijven. Het is moeilijk in te schatten, maar ik denk toch wel top 20, top 30 sowieso. Ik heb Grand Turismo 7 al een tijdje kunnen spelen. De Grand Turismo Sport had al een zeer hoog niveau van geluid, graphics en zo, dus daar is niet veel verbetering kunnen komen, maar het rijden zelf is wel een heel grote verbetering. Ja, het eerste doel is gewoon plezier hebben eigenlijk. En wat er daarna gebeurt, dat zien we wel. Alles wat erbij komt is extra. Ik reed op zich nog wel redelijk goed. De lijnen waren goed, dus gewoon elke bocht verliest u een paar tienden, maar de rijstijl is wel oké. Okay. En van Arno? Ja, die was wat minder. Als hij het op de baan kan houden, kan er al wat meer. Kan het wel wat sneller. Gewoon niet overrijden, want als je te laat remt en je moet dan midden van de bocht nog eens op de rem gaan, dan verliest de auto snel de controle. Dus het is beter om te vroeg te remmen en een beetje te traag te gaan, dan te snel wil te gaan en de controle verliezen.